jongens en meisjes, en welkom bij weer een nieuwe video van de Noobspeler. Vorige keer heeft Klus een heel mooi podium gemaakt bij mijn standbeeld. En daar ben ik wel super de pieper blij mee. Woehoe. Want zo wordt de Turtdorp wel echt al een heel mooi Turtdorp waarbij ik feestjes kan vieren, mijn gasten kan laten slapen in een hotel, een mooie vuurtoren heb en een hele mooie brug heb staan. En de Pomet staat er ook nog steeds mooi bij. En we hebben hier al meerdere kamers voor Santino, Mick en Giel. Ik ben benieuwd wanneer ze weer op bezoek komen. Dat komt helemaal goed als ze mijn wereld willen kijken. En vandaag gaan we natuurlijk weer hele leuke nieuwe avonturen beleven. En zal Klus iets moois nieuws hebben gemaakt voor mij? Wie weet, daar kom je achter in deze video. Maar voordat we dat gaan doen, zetten we natuurlijk eerst wat mensen op de vuurtoren op fame. Deze keer zijn dat... Alan Towson, Vindada, Jaden Julia Ik en Daily van Beek zegt... Kan je ook een keer een huisdier meenemen? Miauw. Ja, dat is wel een goed idee van jou, Daily. Want vorige keer hadden we een papegaai gezien die we niet hadden meegenomen. En een papegaai vind ik wel leuk. Dus die gaan we halen. Maar eerst zetten we jullie natuurlijk op de vuurtoren van fame. Gaan jullie met me mee? Hallo meneer. Wilt u mij weer wat verkopen, de popen? Oeh, bubbelkorrelblok. Wauw, dit zijn wel goede dingetjes. Purple tile. Potzel. Die heb ik eigenlijk nog niet nodig, meneer. Maar wel leuk dat u even op bezoek komt bij mijn hotelletje. En even eten en peten, zodat mijn hartjes vol worden. En dan kunnen we snel via mijn brug naar de vuurtoren of fame. Let's go. Hier over de brug heen. Yes, yes, yes. Springen, springen. Want dan gaan we sneller door. Hebben jullie mij verteld. Au, maar daar ga ik ook van af. Ik sprong van de brug in mijn ouwe op de voeten. Oké, vuurtoren of fame. Wow, kijk, nu staan jullie er ook helemaal bij. En willen jullie nou ook op de vuurtoren of fame? Dan moet je zeker even een leuke comment achterlaten. En misschien sta jij er dan de volgende keer ook wel op. Hoi. Maar dan gaan we eerst op zoek naar onze papegaai. Ik heb helemaal geen vleugeltjes meer. Dus ga ik met het paard naar de papegaai. De paardenpapegaai. Ja, dan gaan we met het paardje naar de papegaai. Om de papegaai op te halen. Over de brug met de paard. Dat is wel leuk. Woe. Mijn blauwe paard kan ook springen. Kijk, dan gaan we langs ons hotel. Kijk, zo kan ik het wel heel goed zien, Pinzo. Springen met het paard. Naar de papegaaienwereld toe. Oh, en dan gaat het ook nog regenen. Hopelijk gaat het niet omweren, de peren, zodat er monsters komen. Want ik heb helemaal niks bij me natuurlijk om een monster te slaan. Zou het paard kunnen zwemmen? Nee, het paard kan niet zwemmen. Nee. Oh, en daar staan monsters. Help, monster. Je moet mij met rust laten. Ah, ah, nee, nee. Oh, daar staat ook nog een botterman. Paardje, kom, uit het water. Oh, er komt ook nog een kleine zombie achter mij aan. En ik heb niet... Oh, nee, en daar staat ook nog een creeper. Paardje, kom, je moet me helpen. Oh, kom, 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 kom. Ze gaan me pakken, ze gaan me pakken. Kom, rennen, paard. Woehoe. Dan gaan we er zo heen. Moet je springen, paard? Oh, nee. Hij gaat terug. Oké, dan gaan we een andere manier vinden. We moeten hier weg bij deze zombies en pommies. Au, hij sloeg mij. En daar zit ook nog een spinnetje. Oh, nee. Rennen, paard. Kijk, als we zo komen, dan komen we er wel. Of niet, paardje? Toe, 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 toe. Op naar het land van de papegaaien. Doei, creeper. Oh, in de regen. Ik heb ook een paraplu bij. Dan hoor ik ook helemaal nat aan de pad. Kijk uit voor een creeper. Oh. Gaan we hier snel overheen. Kom maar. Oeh, ja, goed zo. Weg. Kijk uit voor de creeperpaard. Rij je door. Ik doe op mijn paardje rijden. Wow. Wow, daar ging een bliksem in de grond. Oh, het is ook spannend nou hier. En spinnetjes achter mij aan en bottenmannen. Help. Oh nee, ik zit vast. Kom, nee. Nee, nee. En ik heb een pijl in mijn hoofd. Help, 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 help. Oh nee, ze hebben mijn armen afgemaakt. Hier in de regen en de onweer. Ik zat vast. Dat is niet handig, hè, Noob. Nee. Oh, dan gaan we snel terugkijken of we mijn paard kunnen vinden. Oh, die zal wel helemaal alleen hier in de regen zijn. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, hopelijk is mijn paardje niet bang. In de regen en pegen. Kom op. Oh, er komen nog meer zombies staan hier. En nog een potterman. En ik heb helemaal niks bij me. Oh, dat is niet handig. Rennen voor de potterman en de zombies. Hier, spin, ga weg. Zo. Ik sloeg hem. Oh nee, oh nee, oh nee. Rennen, rennen, rennen. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. In de water. Dat kan ik goed.
Oh, waar zou mijn paardje nou zijn? Oh, in de regen. Helemaal koud en alleen. Nee, dat vind ik niet leuk. Voor mijn paardje. Oh, hier is een hele lavagrot. Die is ook helemaal groot, hoor. Niet invallen. Oh, kijk. Hier is een hele grote, diepe grot. Ik kon het einde niet eens zien. Oh, volgens mij gaat de regen ophouden. Ik hoop het. Want die monsters zijn wel gevaarlijk zo in de regen. Oh, ja. Kijk, kijk, kijk. Hier staat mijn paardje. Hier helemaal vast. Oh, kom maar paardje. Dan gaan we eruit. Want dit was wel gevaarlijk, een paarlijk. Oh, dat was niet slim, hè? Meneer de paard, ik heb een idee. Moet je hier blijven staan, ja? Dirt pakken. Dat kan ik heel goed. Daar ben ik al heel expert in de dirt. Daar heb ik al zoveel mee gedaan en gebouwd dat ik dat wel goed kan. Als ik gewoon een paar dirt pak, dan heb ik een leuk idee. Wat zou mijn idee zijn? Dan komen jullie snel achter. Kijk wat ik kan doen. Ik ga hier een dirtbrugje maken voor mijn paard en mij. Kijk eens. Oh, ik kom nog een paar dirt tekort. Maar dat gaan we gewoon hier in het water staan. Kom maar, paardje. Diamantenpaard. Oehoe, kijk eens hoe goed. Wow, ja. Kijk, we zijn er overheen. Nu komen we zeker bij het papegaaiendorp. Die zal niet heel ver weg zijn, denk ik. Spring, spring paard, spring. Oeh, kijk, hier is een lava. Dat is wel gevaarlijke lava. Zo'n lavazwembad zit hier. En een bruinig schaap. Oh, dan hoop ik dat ik het papegaaienbos wel kan vinden. Papegaaienbos, dat moet hier ergens zijn, hoor. Ik hoop niet dat ik verdwaal de paal. Kijk, daar is het papegaaienbos. Met die gekke takken hier. Oh, nee. Moet ik nou nog een dirtbrug maken? Denk het wel. Kom maar, paardje, je kan het. Ja, ja. Nee, paardje, je moet niet drinken. Kom, 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 paardje erop. Ja, ja. We zijn erop. Woehoehoe. Zo, we zijn zonder de dirtbrug gegaan. Oké, hopelijk vinden we een snelle papegaai. Jullie zeiden dat ik deze bonen moest pakken voor de papegaai om te voeren. Dat is wel een goed idee. Kijken of het lukt. Dan moeten we eerst een papegaai zoeken de poeken. Waar zou die niet zitten? Kijk, wij hebben helemaal blauw, 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 blauw. Dus misschien is het wel leuk als we een blauwe papegaai vinden ook. Papegaai, waar ben je nou? Poep, poep, poep. Ik zie geen papegaai. Hallo, meneer de papegaai. Waar bent u nou? Wow, waar zou de papegaai zijn? Papegaai, waar ben je nou? Niet naar beneden vallen, paard. Oh, hij gaat gewoon over de boom heen. Dit is een echte sterke paard. Ik kan gewoon over een boom heen lopen. En zou die hier helemaal naar boven kunnen? Zo, kijk. Wow. Mijn paard is supergoed. Maar waar zitten de papegaaien? Want vorige keer had ik ook een mooie plek voor een vakantieparadijs. En dat moet er ergens zijn. En toen zag ik ook de papegaaien voor het eerst. Dus ik hoop dat ze hier zitten. Wow, we hebben het eindelijk gevonden. Ja, hier is die grote dirtbrug. Papegaai, waar ben je nou? Kijk, hier is een mooi meer. En een dirtbrug. Vorige keer zag ik hier toch echt papegaaien. Kijk, er is al een dirtbrug zo. Woe. En een mooi meertje. En heeft de natuur zelf gedaan. Maar waar zitten hier nou papegaaien? Die moeten hier toch in de bomen zitten, in deze gekke bomen. Ik kan ze niet vinden, de pinden. Ik ga nog eens een keer helemaal boven kijken hier. Hé, hey, daar, 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 daar. Daar is een papegaai. Ik ga eraf, hoor. Hallo, meneer de papegaai. Wilt u met mij mee naar mijn mooie duchtdorp? Hallo? Oh, je wil helemaal geen cocoa beans. Wat wil jij dan voor eten? Zaadjes of zo? Zullen we dat eens proberen? Ja, ja, ja. Ik kom eraan, hoor. Oh, ja, kijk. Hier hebben we zaadjes, zaadjes, zaadjes. Misschien lust hij deze wel. Ik hoop het wel, want anders dan weet ik niet wat hij wil. Dan moet ik dat aan jullie gaan vragen wat hij wil. Hallo? Hey! Hij houdt van... Oh, ik zag hartjes. Kijk, hij komt achter mij aanvliegen, de piek. Hallo? Hallo, meneer? Wow, hij zit op mijn schouder. Kijk eens, met een papegaai op mijn schouder. Ik ben een echte piraat. Arr, arr, arr. Oh, niet op mijn schip zitten. Kijk, ik kan ook al bijna praten als een piraat. Laten we snel terug naar huis gaan, zodat we onze papegaai een plekje kunnen geven. Yes, waar is mijn paardje gebleven? Oh, hopelijk blijft hij ook op mijn schouder zitten als ik op het paardje zit. Oh nee, hij wil al weg. Hallo meneer de paard, waar bent u? Waar is mijn paard? Hallo, ik ben mijn paard kwijt en anders kom ik niet thuis, want het was wel super de piepen ver al. Oh nee, paardje, waar ben je nou? Oh, ik kan mijn paardje niet meer vinden, waar... Paardje, kom helpen. Oh, daar is mijn papegaai gelukkig nog wel. Ik ga hier bovenop staan. Misschien kan ik dan mijn paardje op het uitkijktoren zien hier. Ik had hem hier toch echt achtergelaten. Waar ben je, paardje? Paardje, waar ben je? Oh, hij heeft zich hier verstopt. Oh, wat een stom paard. Oh, nee. Oh, daar valt me naar beneden. Oeh, paardje, doe jij nou pijn? Sorry. Kom, we gaan terug naar huis zodat we veilig zijn. Paardje wou verstoppen voor mij. Kom maar. Kom maar, meneer papegaaienvogel. Kan je helpen?
Ja, kom maar met mij mee. Dan gaan we terug naar het tuchtdorp. Hoehoe. Hopelijk komen we wel op tijd thuis. Ja, kom Bart. Ja, we zijn weer op het volgende eiland. Nou, snel door naar ons tuchtdorp. Oh, je zoekt door het bos heen. Oh, het begint ook al donker te worden, nee. Oh, snel naar huis voordat de monsters komen. Oh, en het begint ook te regenen. Oh, dat vind ik niet zo leuk. Kijk, het wordt helemaal donker de ponker. Wauw, kijk, hier staan ook heel veel paardjes. Hallo meneer paardjes, ik heb ook een paardje. En een papagaaitje. Oeh, kijk ja, hier is de lava zwembad. Dan moeten we terug over onze tuchtbrug. Hallo paardjes. Wow, we moeten nog een heel eind en het is al best wel donker de ponker. Oh, dat is niet zo goed. Snel naar de tuchtbrug. Oh, ik val het water. Oh, en het begint ook omweren. Nee. Kom. Je moet eruit. Meneer paard. Kom, we gaan hierin. Zo. Ja. Kijk, nu kunnen we naar onze tuchtbrug. Oh, kom erop. Oh ja, hij ging erop. Snel naar huis voordat de monsters me gaan pakken. En is mijn papegaai. Waar is mijn... Oh, hier is papegaai. Ja, kom. Oh, een creeper en een botterman. Oh nee, snel eten de beter. En zombies ook hier. Oh, nog een botterman. Help mij. Nee, ik wil niet naar de botterman. Ik moet naar de overkant. Oh nee, kom, we gaan hierheen. Oeh, oh, kom erop. Ja, kom papegaai. Rennen. Oh, nog meer paardjes hier. Kijk, daar is ook nog een dorp hier. Oh, dat is mijn buurdorp. Au. Oh, een spinnetje sloeg mij. Oh, dan moeten we snel naar huis, maar we zijn er bijna. Want dit is het andere dorp. Ah! Oh, ik viel hier bijna in die grot. Poeh, dat scheelde weinig. Kom, we moeten gaan, paard. Kijk, daar is mijn standbeeld van mij. Rennen, paard. We zijn bijna thuis. Oh, nog mijn botterman. Er zit een botterman op een spin. Oh, hoe kan dat nou? Er zit een botterman op een spin. Oh, en een creeper. Rennen, paard. Zag je dat? Er zat een botterman op een spin. Oh, ja, snel terug naar mijn hotel om te slapen, de papen. Oh, kijk, er staan ook twee bottenmannen bij mijn hotel. Auw, oh, ik heb een pijl in mijn hoofd. Oh, nee. Auwie. Maar we zijn wel bij ons hotel. Kom snel, papegaai. Dan kunnen we slapen, de papen. Kom, eten voor het slapen gaan en slapen. Oeh. En het is weer een nieuwe dag in ons tuchtdorp met ons tuchthotel. Hoi. Hallo. Hey, mijn papegaai is er nog. En mijn paardje ook. Kijk, dan zet ik jullie ook bij de boerderij neer. Jij mag ook bij de boerderij, papegaai. Dankjewel, paardje. Je hebt mij goed gebracht vandaar naar hier. Dankjewel. Ai. Oeh, en waar is mijn papegaaitje nou heen? Ah, hallo papegaai, daar ben jij. Kom maar. Dan mag jij hier bij, ik heb helemaal geen hokje meer voor jou. Ik weet wat ik ga doen. Hier heeft Klus heeft er een touw voor jou achtergelaten. Dan kan ik jou mooi hier ook vastzetten. Hoehoe. Kom maar, papegaai. Haha. En nu hebben we nog een papegaai erin. Eigenlijk moeten we ook een kooitje voor hem maken. Misschien is dat wel leuk. En zullen we ook nog een papegaai een vriendje voor jou zoeken. Zodat je nooit alleen hoeft te zijn dadelijk in de kooi. Dat gaan we doen nog. Ja. Oké. En dan gaan we nu terug naar ons hotel. Kijken of er nog wat veranderd is. Ik ben echt super blij met mijn festivalterrein. Het is wel lang lopen daarheen. Dus moet ik eigenlijk... Hé, hey, een trein voor het festivalterrein. Wauw, waar zou dan een trein komen? Oeh, hallo? Oh, kijk, hier is een ingang. Oeh, dit heb ik wel in hoor. Oeh, dit is het treinstation. Oeh, tjokkentjokkentoet. Hey, kijk, ja, hier staat een treintje. Wow, daar gaat hij. Wow, we gaan hierheen. Wow, ondergronds. Wow, en allemaal glas. Wow, tjokkentjokkentoet. Wow, hier helemaal door de grot heen. Hallo, spookmannetje. Hi, hoe is het met jou? Hij heeft dicht vast, zie je dat? Wow, hij heeft hier ook een hele mooie ding naar boven met een treintje en een trap. Ik ben benieuwd waar we uitkomen. Ik hoop wel ergens mooi. Wow, hey, nu zijn we bij ons festivalterrein. Trein met de festivaltrein. Yes, wauw. Hey, dat is wel goed gedaan van Klus. En dan kom ik hier, dus als ik hier naar binnen kom. Oeh, dan moet ik hier eigenlijk tuchthotel zetten. Want daar gaat hij heen natuurlijk. Oh, dan gaan we weer. Snel terug naar ons tuchthotel. Yeah. Wauw, ja, ik vind dit wel een goed grot. Kijk, daar staat het spookmannetje nog. Oeh, hallo spookmannetje. En een zombie. Maar die kunnen mij hier niet pakken, gelukkig. Maar ik vind wel dat hij het ietsje mooier mag maken, hoor. Oeh, dit is ook een glas, ja. Misschien kan hij hier iets leuks mee doen. Maar dit is wel leuk voor de gasten, zodat ze snel van ons tuchthotel naar het festivaltrein. Kijk, en nou is het weg.
Wow, dat heeft Klus toch wel weer goed gedaan. Wow, wat een mooie avontuur hebben we vandaag weer beleefd. Nu heb ik een papegaai erbij en een treinenpijn naar mijn festivalterrein. Dat vind je wel mooi, hè, Lava's? En meneer de verkoopmeneer? Wow, jullie moeten me ook even laten weten wat jullie ervan vinden. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Vond je deze video nou leuk? Dan moet je even zeker abonneren. En wil je nog een Noobie video zien? Klik dan op deze of op deze video. Dan moet je klikken, klik, 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 klik.